Kijk, dit doet ook veel mensen. Zo'n F5, maar ik kan dat niet. Ik ga dan mijn fouten of mijn jumps verkeerd inschatten of zo. Dus ik speel gewoon lekker zo. Ik zie die tip ook heel vaak in de comments staan. Wat doe jij nou? Wat? Oh, jemig. Kijk hoeveel kleurennaampjes erin zitten. Oké, dan maken we het maar meteen moeilijk voor onszelf. Dames en heren, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Block Party. We staan weer in de Block Party server. En zoals jullie zien, jullie zagen heel veel gekleurde naampjes bovenin staan. Dat betekent dat mensen een rank hebben gekocht op deze server. Deze server is heel erg uniek daarin, want iedereen die een rank heeft gekocht is op een manier heel erg goed. Waarom? Dat weet niemand. Ik heb zelf ook een kleurennaampje, maar ik heb die niet gekocht. Ik heb die van de server gekregen. Ik ben niet zo goed helaas. Maar ik ga wel mijn best doen om zo ver mogelijk te kunnen komen. Want we spelen namelijk Block Party, de game waarbij we een kleurtje in onze handen geduwd krijgen. En op die kleur moeten wij gaan staan. Je spelt mijn naam verkeerd. Kan gebeuren. Pink. Dus we moeten nu met z'n allen op de kleur pink hier gaan staan. En als je op de verkeerde kleur staat, dan val je natuurlijk naar beneden in het diepe. Dat is in ieder geval het doel van deze game. Lime. Hier gaan we op staan. Hoppa. Die hebben we hem. Mensen in Nederlands in de chat. Oh, mensen geven hartjes. Nou, dan geef ik een hartje terug. Green. Green, green, green. Hebbes. Heel goed. Top, die is ook niet zo heel erg moeilijk. Nog steeds 20 dansers. Hè? Oh, daar gaat er één. Daar gaat er één, daar gaat er één, daar gaat er één. Oei, 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 oei. White, white, daar staan we op. Hoppa. Dat is echt iemand. Ben jij echt? Ik heb toch niet voor niets die paarse naam gekregen? Oh, wat is het dan? Ben je het opnemen? Ja. Ja, nou, hè, rood, ook niet zo heel erg moeilijk. Echt goede mensen in deze lobby. Oh, 16 mensen nog over. Oké, daar valt het nog mee. Iemand zegt, please die guys, van jongens, ga alsjeblieft dood. Ik wil winnen. oh, top. Top, heel goed. Is dit de goede kleur? Ik kan het niet zien. Oh, ik heb de goede kleur. Oh, ik had dus een power-up gepakt. Dat kan goed in je voordeel werken. Maar ook niet goed in je voordeel werken. Of in je nadeel dus werken, moet ik eigenlijk zeggen. En dan word je blind en dan zie je niets meer. Nou, voor de kleur wordt brown. Hebbes, die hebben ook tot nu toe. Ronde 12 gaan we hierna in. En er zijn nog steeds 13 mensen over. 13 mensen over. Na zoveel rondes, dat is echt uniek. Normaal gaat in ieder geval zoals het... Een tijdje terug was, ging in de ronde 1 altijd 4 of 5 mensen al dood. En nu overleven mensen het zo snel. Dat is echt raar. Iedereen overleeft het gewoon van deze 12 mensen. Het is echt bizar. Hoe kan dat? Waarom zijn mensen goed geworden? Hebben ze. Goed nieuws. Oh, er valt er een naar beneden. Oeh, er vallen er 3 naar beneden. We zitten in de top 9. Kijk, bij zoiets win je normaal. Of in ieder geval, een half jaar geleden zou je daarmee hebben gewonnen. Of een jaar geleden, moet ik eigenlijk zeggen. En nu zijn mensen echt veel te goed geworden in deze game. Got him. Oh my god. 2 mensen vallen naar beneden. Volgens mij zit ik echt met alle kleurennaampjes in de game. Het was sowieso groen. Nee! Big rip. 5 mensen hebben nog overleefd. Hoe kan dat? Oh, nu vallen ze allemaal naar beneden. Ja, tuurlijk, hè. Oké, met mij erbij zitten we met 7 van de 20 personen zijn kleurennaampjes. 19 zelfs, want er zijn geen 20 personen in de game. Dus er zijn in totaal 7 van de 19 mensen zijn een kleurennaampje. Dat is echt heel erg. Oh, daar gaan er al 2. Oké, dat is goed nieuws. Top, dan gaan we proberen om deze ronde, als we 1 ronde verder... Oké, deze. Ik was even aan het zoeken. Als we 1 ronde verder waren gekomen, hadden we... Jemig! Kijk, zo hoort het te gaan. Dan hadden we gewonnen. Dus of in ieder geval gedeeltelijk gewonnen. Dus daar gaan we nu ook weer voor, hè. Je hebt nooit ook de beste kunnen fouten maken. Dus dan hopen we maar dat we deze mensen kunnen verslaan. Want als we deze mensen verslaan, hebben we echt de beste mensen verslagen, hoor, tot nu toe. Kijk, dit doet ook veel mensen. Zo'n F5, maar ik kan dat niet. Ik ga dan mijn fouten of mijn jumps verkeerd inschatten of zo. Dus ik speel gewoon lekker zo. Ik zie die tip ook heel vaak in de comments staan... Wat doe jij nou? Wat? Die loopt gewoon van de map af. Oké, dat is een beetje raar. Ik zie heel veel mensen zeggen, ja, je moet zo gaan spelen, maar ik vind dat niet zo chill spelen. Ik kan het zo gewoon chiller zien. Kijk, ik vind het gewoon mooier. Zo, groot. Nou, ook niet zo erg moeilijk. Kijk, we zitten nog in ronde 6 met 10 personen. Dat is hoe het hoort. Naast dat er 6 personen op dit moment in zitten die echt heel erg goed zijn. Maar we gaan wel winnen. Daar heb ik vertrouwen in. Pink, hebbes. Iedereen heeft hem weer. Kijk, die mensen die blijven ook zo doorspringen en gek doordansen. Zo goed zijn ze in de game. Ik ga het risico nemen. Oh, oh, oh. Dat was echt bijna mijn dood. Die
Waarom zie ik dat nou alweer? Waarom is de hele tijd voor mijn neus? Geef ik mensen een verkeerde invloed of zo? Maar joh, die power-up was echt bijna mijn dood. Dat scheelde echt heel erg weinig. Maar goed, we hebben het overleefd. We doen het hartstikke leuk. Ik denk groen. Ja, ik wist het. Ik wist het gewoon. Ik voelde het gewoon aan mijn water. Iedereen? Netjes. Oké, we gaan ronde 11 in met 9 personen. Inclusief mezelf. Even kijken tot blauw. Oh nee, geel. Geel. Nou, die is ook niet zo heel erg moeilijk. Iedereen heeft die verder. Lekker bezig, jongens. Top. We gaan de volgende ronde in. Het is echt bizar hoe goed deze mensen zijn. Oké, geel, Abbas. Iedereen heeft hem. Deze is ook niet zo heel moeilijk weer. En het gaat nog niet zo heel snel. Het valt mee. We zitten pas in ronde 13. Bij ronde 18 is het meestal wel even billen knijpen. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk helemaal goed. Mooi. Ik denk groen. Purple, Abbas. Oh, wat goed, wat goed. Oh, er vallen er twee naar beneden. We zitten in de top 7. Dat doen we erg leuk, moet ik zeggen. Pink. Hebbes. Iedereen heeft hem ook gewoon. Iedereen. Het is echt heel lijp hoe goed mensen zijn. Oh, je staat ervoor. Oh, ik zag niet of ik er goed op stond. Wat? Iedereen overleeft het? Kijk, dit bedoel ik. Ronde 17. En nu begint het spannend te worden. Hebbes. Oh, wat doen we dit goed. Oh, maar iedereen heeft hem. Tot Cyan, 100%. Oh, Hebbes. Bruin. Iedereen? Kom nou. Ik doe echt maximaal mijn best op dit moment. Ja, volgens mij zijn het alle mensen die een kleurennaampje hebben die er nu nog in zitten. Want iedereen die er nu in zit is echt ziek goed. Oh my god. Hoe kunnen ze dit allemaal overleven? Bizar. Oh, wat goed. Iedereen nog steeds? Nou, dit is ook bizar. Ja. Iemand gewonnen? Oh, ze zijn er afgesprongen. Ja, GG. Toch gedeeltelijk gewonnen. Ja, dit is top hoor. De mensen hebben... Kijk, je kan een streak... Oh, dat zei ik heel verkeerd. Je kan een streak houden met aantal wins, zeg maar. Dus dan kom je uiteindelijk hier te staan. Hier, wins leaderboard. Your streak is 1. Kijk, ik heb 1 dingen staan er 1 van... Hey, Quali heb ik regelmatig tegen gespeeld. Maar 1 kleurennaampje trouwens. De mensen zonder kleurennaam zijn verslaafder. Dus dan kom je hier op te staan. Dus dan proberen ze elkaar te helpen, zodat iedereen zoveel mogelijk games kan gaan winnen. En dan elkaar een beetje te helpen, zodat ze op dit leaderboard kunnen komen. Dus als je 50 potjes achter elkaar wint, kom je erop te staan. En onze streak is nu 1, omdat ik net dus gedeeltelijk gewonnen heb. Dus zo proberen ze dat een beetje vol te houden. Nou, dan gaan we nog maar een keer proberen. Er zat volgens mij maar 1 iemand in de kleurennaampje. Dus ik zit volgens mij in een andere lobby. Nou, dan gaan we kijken hoe ver we hier kunnen komen. Hopelijk niet zo verslaafde mensen als net. Maar toch nog... Kijk, dit is hoe het hoort, dames en heren. Hoppa, de eerste ronde gewoon 2 had. 2 naar beneden. Oh, night vision heb ik ook nog eens gekregen. Wat een bonus, wat een bonus. Nu gaat alles weer heel erg traag en langzaam. En iedereen heeft even rustig de tijd om lekker zijn dingetje te doen. Heb ik trouwens... Ik heb geen kleurenschoenen aan. Ik heb die dingen wel gekocht volgens mij. Nou, we gaan in ieder geval proberen deze ronde ook weer te winnen. Zodat we een streak van 2 hebben. En dan kunnen we onze winstreak voortzetten. En dan kunnen we die eerste plek ooit op een dag wel een keer veroveren. Dat komt vast wel goed. Daar vertrouw ik wel in. Nou, iedereen heeft hem? Nee. Oké, zo hoort het. Nu zijn er nog maar 11 mensen over. Kijk, bij dit soort simpele dingen horen mensen naar beneden te vallen. Gewoon dat er elke ronde gewoon wat mensen afgaan en uiteindelijk win je. Dat is in ieder geval de bedoeling. Volgende kleur, kom maar door. Cyan. Nee, groen. Oh, wauw, ik was aan het zoeken naar groen. Op zich was het niet zo heel erg moeilijk. Iedereen heeft ook van die glimmende kleurende schoentjes aan. Ik weet niet hoe je die aan moet doen. Volgens mij heb ik ze wel gekocht, maar ik weet niet hoe ik ze op mijn poppetje moet krijgen. Nou, wit, die hebben we ook allemaal. Heel goed. Ja, top. Nou, dan gaan we door naar de volgende kleur. Oh, er is weer iemand doodgaan. Oh, we zitten in de top 10. Dat doen we leuk. Magenta is deze. Ja, ik vind het altijd lastig te zien met paars en magenta. En die vindt het schijnbaar ook heel erg lastig om te zien. Top, in de top 9. Kijk, dit gaat sneller dan het vorige potje. Blue. Deze zijn tot nu toe ook allemaal heel erg makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat gaat wel heel erg goed. Top. Volgende ronde. Even kijken, we gaan naar ronde 10 nu. En we krijgen de kleur groen. Die hebben we ook. En iedereen heeft hem zo te zien. Verdomme. Ik wil de power-up. Ik wil hem. Ah, ik dacht dat ik hem had. Oh, yellow. Top. Ik ren in ieder geval de goede kant op. Die was even... Oh. Ik dacht even dat er dadelijk weer een hackertje in zat. Maar gelukkig niet. Gelukkig niet. Hij had waarschijnlijk gewoon... Heel slecht internet. Oh my god. Ik heb het overleefd. Iedereen? Op 1 iemand na. Wauw. Ik was echt bijna dood. Ik dacht echt dat heel de map naar beneden zou vallen. Hebben ze. Groot. Iedereen... Oh my god, deze mensen zijn ook al goed hoor. Top 7.
En deze mensen zijn zeker niet verkeerd in dit spelletje. Woep, hebbes. Oeh, iemand viel naar beneden. Oeh, ik vind het altijd leuk dat mensen dan zo naar boven kijken als ze eraf vallen. Dat is wel grappig. Lime, oh, ik heb precies de goede kant op. Ja, daar gaan mensen vallen. Daar gaan mensen vallen. Oh, hoe overleeft iedereen dit? Oké, ronde 16. Nu begint het spannend te worden. Oh, ik loop er toevallig overheen. Dat is heel erg goed. Ja hoor, er vallen er 3 naar beneden. We zitten in de top 3, dames en heren. Die power-up die laat ik lekker voor wat het is. Woep, hebbes, pink. Oh, we hebben hem allebei. Oeh, spannend, spannend. Ik ga hier staan, denk ik. Oh, goed nieuws. Ah, ze hebben hem ook. Verdomme. Verdomme, verdomme, verdomme. Oké, deze kan ik gewoon het beste hier staan. Woep, hebbes. Oh, we zitten in de top 3. We gaan ronde 20 in. We hebben wel goede potjes, hoor. Goede potjes. Woep, got him. Oh, ze hebben hem ook. Oh, oh. Oké, ik ga hier de keuze maken. Oh, ja. Ja, hij valt naar beneden. GG. Dankjewel, dat was heel erg aardig. Oh, dus ik heb nu een streak van 2, dames en heren. In de volgende aflevering gaan wij hem voortzetten. Er waren 3. Echt, ik weet niet wat ik met mijn handen doe. Dit waren 3 supergoeie potjes. Heel erg nice. Hebben jullie genoten van deze potjes? Laat dan zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je dacht van wow, deze content is echt super lit. En dan zie ik jou graag in de volgende video. Ciao!